Ja, we zijn hier bij Radio 1 om te kletsen op de radio hoe kinderen denken over het nieuwe jaar en wat ze belangrijk vinden voor Nederland. En natuurlijk ben ik hier niet alleen. Nee, ik heb Lou Jane, onze eigen wereldvlogger. Lou Jane is er natuurlijk ook bij. Woe, applausje. Doe even applausje. Hey! We zijn nu bij de radio. Wat gaan we doen eigenlijk? Wat gaan we doen? Ja, we hebben eigenlijk geen idee. Nou, verrassing wat we gaan doen. 1, 2, 3. Knip. 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 Doe jij pies? Dan doe ik knip. 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 Spannend! Dit is een hele speciale uitzending vandaag. We staan volledig in het teken van kinderen. Want 2017 wordt bij uitstek een jaar waarin er over hun toekomst wordt beslist. Mijn vraag: vinden jullie dat er genoeg naar kinderen, jongeren wordt geluisterd? Ik vind dat er niet genoeg naar kinderen wordt geluisterd. Ja, want dat is ook wat jij wilt geloven met wetten maken. Dat... Voor de wet is het eigenlijk al zo, maar als we kijken hoe vaak mensen bevooroordeeld worden... Als je zegt van, jongens, we moeten dit met elkaar gaan oplossen, hoe gaan we dat doen? En kinderen hun vragen aan die lijsttrekkers laten stellen. Ik heb gewoon het idee dat het eigenlijk gewoon... Ze gaan gewoon zo gevaarlijk. Kijk, kinderen zijn kinderen. Soms zijn ze wel slim, maar soms gaan ze ook gewoon... Ja... Zomaar dingen doen, ik mag stemmen. Ja. Oh, dan weet ik alles wat er bij het 8 uur journaal gebeurt. We zijn, je zit al in de vlog. Ik zit in de vlog. Nou ja, zeg. Leuk. Zit je? Ja. Waar zijn we eigenlijk? We zijn nu in de studio waar het jeugdjournaal wordt opgenomen. De gloednieuwe studio. De enige echte gloednieuwe jeugdjournaal. En je kan draaien. Zo? Ja, 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 ja. Kijk eens, vet. Ja, helemaal rond. Vet, hè? Helemaal rond. Oké, leuk dat jullie er waren. Leuk dat jullie. Dag allemaal. Dag. Doei. Doeg. Wat vond je ervan? Ik vond het heel erg leuk. En hoe vond je het gaan zo het vertellen op de radio? Ik vond het leuk. Ja? Mm-hmm. Oké, ik vond dat het heel goed ging. En ik ben weer heel trots op je. Onze Lou Jane. Maar jullie mogen altijd trots op mij zijn. Want...